Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Bij deze video heb ik eventjes een korte intro, want er was mij gevraagd of ik een Shop With Me wilde maken bij een van de winkels. En ik dacht, oh, dit vind ik wel heel erg leuk dat deze aanvraag komt. En dat wilde ik dus ook doen. Nou heb ik dit gedaan bij de Action. Laat ik er gelijk bij zeggen, ik ben hier niet super goed in. Ik vond het best wel lastig. Een Shop With Me houdt in dat ik jullie mee de Action inneem en dus dingen laat zien. En als ik dat bij andere YouTubers zie, die kunnen dat super goed. En het valt in het echte leven toch nog een beetje tegen. Het is vaak ook een beetje druk en ja, je moet toch een beetje uitkijken wat kun je filmen en wat niet. Dus ik heb het geprobeerd. Ik ga er gelijk bij zeggen, de beelden gaan soms een beetje snel, dus verwacht er niet te veel van. Maar goed, daar gaan jullie zo eerst even naar kijken en dan ga ik daarna ook gewoon gelijk laten zien wat ik heb gekocht bij de Action. Vind je het nou helemaal niet interessant om zo'n rondje Action te doen? Kun je dat lekker doorspoelen en gelijk doorgaan naar de shopblog als je die wel graag wil zien? Dus nou, ja, mocht je even het leuk vinden om een rondje Action te doen en benieuwd zijn naar wat ik heb gekocht, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Op het gebied van knutselen is er momenteel niet heel veel nieuws te vinden. Ja, soms heb je in één keer dat er heel veel nieuwe spullen zijn, maar momenteel is het een beetje karig. Wel hebben ze een nieuwe gekleurde kaart om zelf kaarten mee te maken. Dat vind ik zelf wel heel erg tof, maar verder valt het een beetje tegen. Bij de kleding liggen alweer heerlijke, lekkere, warme spullen die je deze winter kunt dragen. Heerlijke sloffen. En ook zijn de leggings met vlies te weer. Ze hebben ook weer de panties, maar ook de leggings. Dus die zijn ook wel heel erg lekker met het koude weer natuurlijk, als je liever geen voetjes draagt. Op de homeafdeling zag ik onder andere leuke kussenhoesjes. Leuk om een keer af te wisselen in je huis. Ook heerlijke pleed liggen er natuurlijk alweer. Want ja, het is natuurlijk toch alweer richting de winter aan het gaan. Sowieso ook leuke dienbladen en ja, om zelf te decoreren bijvoorbeeld. Leuke tafeltjes zie ik ook vaak wel bij de Action waar je veel mee kunt. Ik kwam ook deze hele leuke neonlampen tegen. Ik zag een soort martini glas met een lepeltje erin. En ze hadden een heel leuk hartje. Dus als je naar zoiets op zoek bent, hartstikke leuk dat Action dat nu ook heeft. Leuke mandjes ook voor op kinderkamers. Maar ook gewoon om je huis zelf mee te decoreren. Ja, ze hebben altijd best wel veel leuke dingen. De kerstafdeling vond ik ook leuk. Ze hebben leuke raamstickers ook liggen. Maar ook alweer leuke knutselboekjes om zelf kaarten mee te maken. Kerstkaarten ook uiteraard liggen er. Vind ik ook altijd wel handig om daar te kopen. Zijn niet zo duur. Hele leuke kerstballen die je zelf kunt diamond painten van Mickey en Minnie. En ik zal er ook een variant van Frozen. Er schijnt er nog één te zijn. Die heb ik zelf niet gespot. Maar ook heel erg leuk om bijvoorbeeld met kinderen te doen. Of uiteraard zelf. Leuke takken met lampjes erin vind ik zelf ook altijd wel heel erg leuk. De kerstbomen liggen er uiteraard alweer en alles wat je daarvoor nodig hebt. Kerstballen, versieringen, ook hele leuke ornamenten voor in je boom. Ik ben daar zelf echt dol op ornamenten. Ik voeg er meestal wel een paar weer toe per jaar. Ze hebben ook gewone Disneyballen die je niet hoeft te diamond painten zelf. Op de beautyafdeling ook heerlijke body mist geuren. Ik heb er niet aan geroken, maar ik vond die van Christina Aguilera wel aanspreekbaar. Ik heb daar zelf het geurtje van, die vind ik heel lekker. Dus die body mist lijkt me ook heerlijk. Ook heerlijke maskertjes, altijd met leuke printjes. En ik zag leuke nieuwe highlighters met een pareltje erin. Ze hadden ze in twee kleuren, vond ik ook wel heel erg leuk. Nieuwe potloden voor de ogen. En ook twee nieuwe oogschaduwpaletten, het Hyperspace paletten. En ook al het nieuwe Sea Pearl paletten van Max & More zag ik. En dat gebeurt niet zo vaak bij Action dat ik dat spot. Ook spotte ik nog de blush stempels in alle kleuren hier. Zo, dan is het nu tijd om te laten zien welke spullen ik heb gekocht. De prijzen zal ik zoals altijd in beeld zetten. Als iets in de aanbieding was, staat er een sterretje bij. Dan weet je dat het normaal dus ietsjes duurder is, maar dat ik er nu minder voor heb betaald vanwege de aanbieding. Laat ik beginnen met een heel groot item, wat bijna denk ik niet in beeld past. Dat is deze fotolijst. Het is een fotolijst van, jawel, er staat, als het goed is, een maat op. 50 bij 70. Ik had een hele mooie poster gekocht en die wilde ik natuurlijk inlijsten. En daar had ik een fotolijst voor nodig. Dus die heb ik gelijk maar bij de Action gekocht. Je had hem in meerdere randkleuren. Ik heb voor zwart gekozen. Vind ik dan toch het mooiste. Ja, ik vond het leuk om dit dan op te hangen. Oké, ik zie ook dat ik inderdaad aan twee moet. Nou, logisch. Dus, nou, die heb ik meegenomen. Ik moet zeggen,
Qua prijs vond ik het voor de Action misschien nog niet eens zo super goedkoop. Maar ik denk als je bij andere winkels dit koopt, dat het wel duurder is. Maar goed, ik wilde gewoon heel graag die poster in lijsten. Dus ja, dan moet je wel een lijst hebben. Even kijken of we die een beetje goed neerzetten. Het is volgens mij geen glas. Het is gewoon zo'n plaat, wat je bij IKEA ook hebt. Want kijk, hier zit van de plastic op. Dat moet je zelf afhalen. Dus het is geen echte glasplaat, maar plastic. Dan heb ik deze gekocht. Dit is zo'n desktop organizer voor A4. En die wilde ik graag bij de knutselhoek hebben. Die vond ik er wel heel erg handig uitzien. Hij is verder gewoon van plastic. En dat kun je dan ook wel weer zien, want het is niet het allerstevigste. Maar je hebt gewoon drie laadjes en hier kun je dus papieren of dingetjes instoppen. En ja, ik ben gewoon boven ook best wel bezig. Dus ik dacht, nou, die neem ik alvast mee voor de knutselhoek. Want ja, bij de Action is het soms ook zo ineens weer weg natuurlijk. Dan heb ik twee van deze takken meegenomen voor de herfst. Ik heb herfstdecoratie in huis en daar ga ik nog het een en ander aan toevoegen. Dus ik heb deze met leuke besjes erin. Die vond ik wel heel erg leuk. En met eikeltjes. Dus die vond ik wel heel erg leuk. Ik moet wel zeggen, deze heeft dan nog best wel een stevig steeltje. Maar bij deze vind ik het toch wel iets minder stevig. Dus dat ga ik gewoon leuk neerzetten. In huis moet ik er even een veilige plek voor vinden. Want die katten vinden dat helemaal geweldig. Er komt nu al een kat aan. Die willen wel plastic likken. Ik weet niet wat zij heeft. Ze houdt van plastic. Maar het leek me leuk om dat neer te zetten. En daarbij heb ik dan ook deze roze fles gekocht. En daar gaan ze dan in. En dat kan ik eventjes laten zien. En ik laat het ook nog in de vlog zien hoor. Kijk, dat ziet er dan zo uit. In mijn geval moet er eventjes wat vulling in. Dus ik denk dat ik even iets van vogelkooivulling of zo ga halen. En dat ik dat erin doe. En dan kan het gewoon leuk staan. Want als ik dit zo neer ga zetten in die fles, dan gaat het zeker onver. Je had die fles in meerdere kleuren. Maar ja, ik hou van roze. Dus ik vond roze wel heel erg leuk. En ja, het valt eigenlijk ook onder vaas. Alleen het is een fles, dus ik vond het wel leuk. Dan heb ik deze kerstballen gekocht. En dit zijn kerstballen om te diamond painten. Er zitten dus allemaal plaatjes bij. Je kunt die zelf diamond painten. Volgens mij kun je het ook gewoon in de boom hangen als ik het zo zie. Dat weet ik niet helemaal. Dat gaan we uiteraard ook gewoon in de vlog nog gezellig doen. Je hebt dus 4 kerstballen. En ja, die kun je dus zelf helemaal diamond painten. Maar hier heb je dus ook hangertjes. Dus ik weet niet helemaal goed hoe dat precies werkt. Volgens mij zijn ze wel van plastic. Je had hem ook in Frozen en er scheen er nog eentje te zijn geweest. Maar die heb ik zelf niet gevonden. Maar ik vond die van Mickey Mouse wel heel erg leuk. Dan heb ik 2 hele leuke cutting dies gekocht. En ik heb allereerst deze. Dit is een kat. Het is een A6. Het is dus met een kat. En je had verschillende soorten. Maar er stond een streep erin. Dus ik heb het idee dat die er alweer een beetje uitgaan. Je kunt alles dus los uitsnijden. En dan krijg je dus een heel erg leuk idee. Je kunt hier dus meerdere katten mee maken. Kijk, ze hebben er hier een kaart mee gemaakt van meerdere katten. Dus die vond ik wel heel erg leuk. Ik vind dit soort cutting dies ook heel erg leuk. Ik heb zelfs een machine, dus dat is ideaal. En ik heb ook deze met een konijntje en een kuikentje. Dus die vond ik ook al wel weer heel erg leuk voor met Pasen bijvoorbeeld. Om een leuke paaskaart of zo mee te maken. Dus dat is dit. Dat vind ik er ook wel heel erg leuk uitzien. Dus ja, daar was ik wel heel blij mee. Verder hadden ze niet heel veel leuke. Maar deze twee die sprongen er voor mij wel echt uit, moet ik zeggen. Ook deze glasmat. Nou ja, ik moet eigenlijk gewoon heel eerlijk zijn. Mijn moeder heeft deze even voor mij gehaald. Want die wilde ik heel graag hebben. Maar die was er nog niet op het moment dat ik bij de Action was. Dit is een glas mediamat. En je kunt hier dus. Ik ga het eventjes voorlezen. Je kunt hier gewoon op knutselen. Je kunt hier dus. Je kunt hem heel makkelijk reinigen. Er zitten 5 mm ruitjes bij. Het is dus wel helemaal van glas. Dus je moet hem niet laten vallen. Want dan. Ja, is die kapot. Je kunt hier op snijden, op lijmen, op stempelen, embossing, schilderen en gewoon crafting. Dus je kunt hier heel veel dingen mee, maar het is wel heel erg handig ook met die lijntjes, want dan kun je het soms net wat makkelijker afmeten.
Ja, het is gewoon echt een hele gemixte plaat waar je van alles mee kunt doen. Ja, maar wat ik zeg, hij is wel echt van glas, dus hij is wel breekbaar. Maar wel super leuk. Ik vond het echt super handig. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Dus ik zet hem eventjes neer, want hij is ook best wel zwaar, moet ik zeggen. Dan vond ik deze Heatless Curling Rods. En dit zijn dus 6 van deze dingetjes. En daar kun je krullen mee maken. Ik heb zelf zo'n ander ding voor krullen. Die vind ik ook heel erg fijn. Maar soms heb ik nog wel eens dat niet al mijn haar erbij wil. Dat het eigenlijk net te zwaar is. En dan zou het fijn zijn als je wat losse krullen kunt maken. Dus dat kun je hiermee doen. Misschien is het nog een keer leuk om hier een keer een video van te maken. Je kunt dus je haar hiermee indraaien. Dan moet je het vastknopen en dan kun je dan mee slapen. Het is van een beetje satijn. Je kunt het met nat en droog haar gebruiken. Je moet het 3 tot 6 uur laten zitten. En ja, je kunt het wel wassen met de hand en niet in de wasmachine. Dus het leek me al leuk. Ik hoop ook dat ik 6 genoeg heb aan mijn haar. Maar ik ben wel gewoon benieuwd. En dan kan ik dat gewoon eens combineren met mijn andere krul tool die ik gebruik. Dus ik vond het wel leuk. Ja, dan had ik nog dit gekocht. Dat is van dat, ja, hoe noemen ze dit ook alweer? Het heeft zo'n naam, steekschuim. Het is eigenlijk een taart. En ik had dit eigenlijk bedacht om in die fles te stoppen die ik net liet zien. Maar ja, dat past natuurlijk helemaal niet. Maar nu heb ik het gewoon over en dan kan ik altijd wel wat anders leuks creatiefs mee maken. Want ik kan dit natuurlijk niet zo, hè, die opening is niet zo groot, dus ik kan het hier niet zo instoppen. Maar dan ga ik er gewoon wat anders leuks mee doen. Ze hebben er hier bijvoorbeeld een heel mooi stukje mee gemaakt. Je kunt er ook leuke kerststukjes mee maken. Dus nou, ik laat hem gewoon liggen. Hij komt vanzelf wel een keertje voor pas. Dus die. Dan heb ik deze set gekocht. En dit vond ik er ook heel handig uitzien. Het is eigenlijk een make-up organizer voor je kwasten. Je kunt hem dus ook ronddraaien, want er zit zo'n draaiplateau aan. Maar het leek mij wel heel erg handig om hier mijn kwasten in te zetten als ik ze gewassen heb. Dan zet ik ze op de kop erin, dan kunnen ze gewoon goed drogen. Want ik leg ze nu vaak neer en dat is ook niet altijd alles. Ze kunnen de kwasten er gewoon in. Je kunt dit er gewoon zo afhalen en dan kun je je kwasten erin zetten. Maar als je het leuk vindt om gewoon bijvoorbeeld je kwasten erin te zetten als ze droog zijn, is dat natuurlijk ook helemaal prima. Je kunt er ook make-upjes in zetten. Je kunt er van alles mee. Dus je kan er ook nog make-up in zetten. Je kunt er heel veel mee doen. Dit is plastic, dus dit is niet van glas. Het klikt niet echt vast, dus je hebt wel kans dat het er makkelijk afgaat. En als je hem dan zo neerzet, dan kun je dus eigenlijk zo gewoon draaien. En dan kun je gewoon bij je juiste product komen. Dus ja, ook wel heel erg leuk en ook wel heel blij mee. Dan heb ik nog een cutting die en dat is deze. En dit zijn 3 venstertjes. Leek me ook wel leuk om hier wat mee te doen. Om bijvoorbeeld daar dan weer een leuke stempel of iets in te doen. Of je kan er bijvoorbeeld ook dan zo'n kuikentje in doen. Dat je hem omlijnt. Dus het leek me wel leuk om hiermee aan de gang te gaan. Ik moet zeggen, ik had al een tijdje niet echt meer bij die cutting dies gekeken. Maar deze sprong er ook nog wel uit. Dus deze vond ik ook echt nog wel super leuk. Dus daar ben ik ook wel blij mee dat ik die heb gevonden. Dan heb ik 2 lampjes. Deze lampjes die waren echt elke keer uitverkocht. Het zijn namelijk deze lampjes. Dit zijn de wall lights. En dit zijn dus lampjes die kun je dus op je muur doen. En je kunt deze vastmaken met een schroefjes. Maar je kunt hem ook met van dat nanotape vastplakken op je muur. En dan heb je gewoon hele leuke lampjes. Ze hebben een touch control. Ze zijn ook dimbaar. Je moet ze zelf gewoon opladen. En dat vind ik ideaal. Want ze hoeven dus niet aan het stroom. Dat je ze niet in een stekker hoeft te steken om ze aan te doen. Want ik wil dus echt naast mijn spiegel van mijn dressoir hangen. En daar heb ik gewoon echt geen stopcontact meer. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik zie alleen nu wel dat het USB-C kabeltje die je ervoor nodig hebt er niet bij zit. Dus dat is wel weer een beetje jammer. Dan hoop ik dat ik zoiets heb liggen. Dus dan moet ik eventjes naar kijken. Maar zo ziet het er dan uit.
Je kunt dus warm en koel licht. Dus je hebt twee soorten licht ook. Dus dat is wel super leuk. En dan heb ik er twee. Maar elke keer zijn ze echt uitverkocht. Ze gaan zo hard. Het was ook zo'n hele hype op Instagram. Dus elke keer uitverkocht. Maar ik heb er uiteindelijk twee weten te bemachtigen. Dus daar ben ik blij mee. Dus hier kan ik lekker gaan ophangen in huis. Daar heb ik ook wel heel veel zin in, moet ik zeggen. Dan heb ik nog deze leuke hangertjes voor de herfst. Die ga ik gewoon nog leuk ophangen. Je hebt er eigenlijk van ieder volgens mij twee. Het zijn gewoon decoratiehangers. Dus die ga ik nog leuk ophangen in huis bij het herfsthoekje. Ik ga dus gewoon nog een beetje wat herfst verder in huis creëren. Maar ik vond deze wel leuk met het egeltje, de paddenstoelen en het vorstje. Ook heb ik deze. Een heel leuk boompje met een egeltje. Dit is dan van heel plush. En dan een hekje vond ik ook wel heel erg leuk. Op een soort houten boomstammetje vond ik wel heel schattig. Ik dacht, ja, dat is ook wel super leuk nog voor de herfst om neer te zetten. Nu hadden ze ook nog wat herfstdingen toen ik er was. Het gaat altijd wel heel erg hard. Dus daar werd ik wel blij van. Dan heb ik een oplader. En dit is een oplader met een USB-C stekkertje erbij. Ik had een oplader nodig namelijk voor mijn wekkerradio die ik heb gekregen voor mijn verjaardag. En er zat geen stekker bij. Wel het snoertje, maar geen stekker. Dus die had ik nodig. Dus ik dacht, nou, die moet ik echt even hebben. Je had hem in zwart en wit en ik heb gewoon een zwarte genomen. Ik heb ook een zwarte wekkerradio. Er zit ook gewoon een USB-kabel in, maar ook voor USB-C. En ik heb die USB-C nodig. Dus je kunt er ook nog wat anders mee opladen. Wat ook wel handig is. Zo'n 2-in-1 poort eigenlijk. Dus daar was ik ook wel blij mee. Ook gelijk voor in de slaapkamer heb ik zo'n nieuwe stekker meegenomen. Hier kunnen er 4 in. Ik heb er nu eentje, daar kunnen er 3 in. Ik kom er heel vaak eentje tekort. Ik dacht, nou, ik moet gewoon eigenlijk eventjes een nieuwe halen. En ik vind het wel handig. Deze heeft niet zo'n knopje, zeg maar. Heel vaak hebben die stekkers, dan hebben ze zo'n knopje waarmee je hem aan en uit kan zetten. Nou ja, als je dat naast je bed hebt liggen, nou dan slaap ik voor geen meter. Dat weet ik nu al, dus ik ben wel blij dat deze dat niet heeft. Je had hem in het zwart en in het wit. En ja, ik heb toch heel veel zwart. Toen dacht ik, nou, ga ik lekker voor zwart. En dat is gewoon een essential die nodig is. En waarvan ik blij werd dat Action dit ook had. Dan heb ik een velvet fleece legging gekocht. Ik heb al die panties. Maar dit is dus een legging. En hier zit dus ook van dat vliesstof in, wat super lekker warm zit. Ik heb gewoon niet altijd een panty aan. Ik vind het soms ook wel gewoon mooi om een legging te dragen. En dan is het hier toch super lekker warm. Dus ik heb hem in de maat. Even kijken, die staat erop natuurlijk. Ja, SM genomen. Je had hem ook in grotere maat. Het is gewoon een zwarte. En je moet hem wel met de hand wassen trouwens, maar wel fijn. En dan is dit zeg maar het vlies wat je hier zit. Dus lekker warm, je kunt er al aan voelen. Vind ik altijd wel heel fijn. Oh ja, dan hebben we een Dreft afwasmiddel. Dit was eigenlijk weer een dingetje. Ik had er 2 gekocht. Dit is die met appel. Ik had ook nog een rode gekocht. Die was helemaal gelekt onder in die tas. Dus dat was fijn. Alles zat eronder. Dat was niet zo'n goed idee. Die is al kapot. Dus die kan ik je niet meer laten zien. Want die heb ik nu inmiddels al in gebruik. En de helft was eruit gelekt. Dus ja, dat is niet zo handig. Ik heb natuurlijk nu tegenwoordig wel een vaatwasser. Maar zoals de airfryer, die was ik altijd met de hand af. En ja, soms heb je even wat dingetjes die niet in de vaatwasser kunnen. Bepaalde mokjes die ik heb. Die was ik dan gewoon even met de hand af. Dan heb ik nog zo'n rotating stempeltje gekocht. En dat is deze. En dit was een kleurtje die ik nog niet had. En toen dacht ik, oh, dat is wel leuk om die mee te nemen. Lijkt me, ik wil hier eigenlijk nog een video over gaan maken. Om te kijken hoe dit werkt. Lijkt me wel leuk. Hier heb je dus verschillende stempeltjes. To do, let's play, hartjes, don't forget, sweet, happy days. Nou, allemaal van dit soort. Deze kan je allemaal stempelen. Dus dat vond ik wel super leuk. Ook candy. Ik weet niet helemaal hoe dit gaat werken. Maar dat gaan we dus nog een keer uittesten. Maar in ieder geval, deze had ik nog niet. Dan kom ik nog zo'n setje tegen met die hangertjes. En deze heeft dan 2 eekhoorntjes. Vind ik ook leuk. En blaadjes. Maar net wat ik zeg, ik ga hier in de vlog nog iets leuks mee doen. Ik ga eventjes kijken hoe ik dit leuke vorm ga geven. Maar dat ga ik in de vlog nog laten zien. Dus dan heb ik 2 verschillende. Vond ik wel super leuk. Dan heb ik nog een setje met kerstballen. En dit zijn gewone kerstballen van Disney. Met gewoon die oren eraan. Ik ben ook wel gek op Disney. Het is niet dat ik een thema heb aan mijn boom. Maar als ik kerstballen zie die ik leuk vind,
Die doe ik in mijn boom. Ik ben ook heel erg fan van die ornamenten. Die vind ik fantastisch. Maar deze vond ik wel echt super leuk. Dus ja, die heb ik ook eventjes gekocht. Die leg ik nog even apart. Want het is nog geen tijd voor de kerstboom bij mij. En dat ga ik dan nog doen. Dan heb ik eventjes een cirkelsnijder gekocht. Ik wil nog wel eens bij het knutselen een cirkeltje gebruiken. Maar ik ben niet zo goed in knippen. En hiermee kun je dus gewoon zelf een cirkeltje snijden. Wat wel heel erg handig is. Want ik ben gewoon niet zo heel erg goed in het knippen. Er zitten ook nog twee mesjes bij. Dus ik dacht, nou, als ik dan een keer een weer eventjes leuk wil met kaartjes gaan maken. Dan kan ik zelf even een rondje uitsnijden. Dus dat is deze, heel simpel. Maar dat vond ik wel handig. Want ik merk gewoon dat ik dat... Ja, knippen is gewoon niet mijn allergrootste talent, zeg maar. Dan heb ik nog een lipolie met vanillegeur gekocht. Ik hou altijd heel erg van lipolies, vooral in deze tijd van het jaar. Ja, het is nu momenteel niet super koud, maar we hebben al best wel wat koudere dagen gehad. Maar lippen die drogen echt als een malle uit. Dus lipolie en ik zijn dan goede vrienden, want ik gebruik dat heel graag. Die lippen weer eventjes lekker gevoed worden samen met lippenbalsem. En ja, ik vond deze er wel goed uitzien. Ze hadden nog meerdere geuren gehad, maar die hadden ze op het moment niet bij de Action waar ik was. Dan heb ik nog deze leuke decostreng met lichtjes gekocht. En dit zijn paddenstoeltjes. En die ga ik nog leuk in... Ik had al zo'n herfstbakje gemaakt, zeg maar, met leuke beeldjes. Die ga ik hier nog in verwerken. Dat gaat gewoon op batterijen. Dus ik dacht, nou, het is wel heel erg leuk. Hij zit toevallig hier open. Dus ik kan hem wel eventjes eruit halen, denk ik. Kijk, dit zijn dan de paddenstoeltjes. Hoe leuk, die geven dan licht. Dus nou, dat ga ik gewoon eventjes nog... dat ga ik ook gewoon in de vlog nog doen. Dus dit soort dingen ga je gewoon in de vlog nog zien. Dus het is wel super leuk om daar nog wel even mee aan de gang te gaan. Om het dan nog net weer eventjes iets gezelliger te maken in huis. Het is voor het eerst dit jaar dat ik echt ook een herfstthema aan mijn huis geef. Normaal gesproken doe ik dat niet echt, maar ik vond het nu wel super leuk om te doen. Dan heb ik nog een aantal sets... Dus met kaartjes gekocht. Ze hadden weer wat nieuwe. En ik heb nu kaarten met dubbele envelop. En ik heb deze kleur. Het is een beetje een lichte kleur. De laatste tijd is het er een beetje mee ingeschoten met kaartjes maken. Maar ik vind het wel echt super leuk om te doen. En als ik dan ideeën heb, kan ik ook wat kaarten in voren gaan maken. Ik heb nu met deze kleur. Je krijgt dus 12 kaarten met een dubbele envelop. En deze zijn 240 gram. Ze zijn best wel zwaar. Dus het zal weer een dubbele postzegel op moeten. Of je moet ze gewoon weg kunnen geven. Dat is natuurlijk nog beter. Dit is een metallic. En dat vond ik wel heel erg leuk. Die heeft dus een metallic glansje. En die heb ik dan ook. Oh, wacht eventjes. Oh, in deze zitten dan weer drie kleurtjes. Hier zitten roze, paars en rood. Je hebt drie roze, drie paarse en drie rode. Oh ja. Nou, hier zie je het een beetje. Vond ik ook wel leuk. Ook een keer wat kleur. Dan hoef je ook niet altijd een achtergrondje te doen. En hier heb ik grijs. En ja, dit vind ik ook wel een mooie kleur. Zou je bijvoorbeeld een rouwkaart of zo moeten maken? Dat is natuurlijk wel heel persoonlijk. Maar zou je dat willen doen, dan is het wel met een metallic glans. Er zit wel een glittertje in. Dat vind ik dan weer niet zo heel geschikt. Maar grijs is ook wel mooi. Dan heb je drie tinten grijs. Dus dat vind ik ook wel fijn. Dan heb ik lippads gekocht van Betty. En dit zijn Hydrogel Lip Masker is het eigenlijk. In een heel leuk doosje van lippen. Dit zijn lipmaskers. En die kun je dus gewoon lekker op je lippen leggen. Je krijgt 22 stuks. Dus je kunt er best wel eventjes mee vooruit. En dan krijg je lippen gewoon eigenlijk eventjes een verzorgingsboost. En ik vond de verpakking wel heel erg leuk. Dus ik dacht, nou, lipmasker is ook altijd wel lekker. Ze hebben natuurlijk ook die zakjes. Maar dan heb je er altijd maar één. Dus dit is dan natuurlijk veel voordeliger. Want je hebt er gewoon gelijk 22. Dus dat is wel ideaal. Dan hadden ze ook nieuwe... poeders. En deze hebben een geurtje. En ik heb hier Melon Mania. Ja, het klinkt al leuk. Dit is gewoon van die losse poeder waar je dus ook mee kan baken. En ik hou heel erg van deze poeders. Ik heb er al een aantal geprobeerd. En deze die zagen er ook wel weer echt fantastisch uit. Je kunt ze niet ruiken. Maar het is gewoon een losse poeder die vaak voor iedere huidskleur ook wel geschikt is. Dus dat is deze. En dan heb ik hem ook in Passion Nitty gekocht. Dus dat is deze. Dus eigenlijk hetzelfde. Ook gewoon losse poeder, maar dan in die geur.
Ja, en dan kwam ik de nieuwe highlighters tegen. Superleuk. Illuminating Balm highlighters zijn dit met pareltjes. Ik heb hier de paarse kleur. Ze hadden ze in twee kleuren bij de Action waar ik was. Ze hebben geen namen zoals ik het kan zien. Maar ze hebben een glowy finish en zijn gewoon vegan. Dus je hebt deze met die mooie pareltjes. Maar ze hadden ook deze. Een beetje een bruinachtige gouden kleur. Ook wel heel erg leuk. Ik ben wel heel erg benieuwd wat dit voor het gezicht gaat doen. Of dat het ook echt werkt. Ja, weet je. Dit is een bronzing balm. En dit is een illuminating balm. Dus deze geeft meer bronzing kleur. Maar het leek me wel leuk om weer te gaan proberen. Ik dacht, nou ja, voor het geld gewoon de moeite waard om eens te gaan proberen. Dan kwam ik nog zo'n stempel tegen. Ik had er al een paar gekocht, maar deze kleur had ik nog niet. Dus nu heb ik ook de ontbrekende lichte kleur. Vond ik ook al heel erg leuk, want hier wil ik ook wat mee gaan doen. Deze pikt zelfs nog een beetje, zie ik. Die heeft aan de achterkant een beetje een pik. Ja, volgens mij is dit van die gezellige afwasmiddel. Ik had die tas helemaal uitgewassen. Maar nou goed, deze. Ik was blij dat ik deze kleur tegenkwam. Want die andere twee kleuren had ik al. Dus ik vond het wel leuk om de ontbrekende ook te hebben. Dan moet ik heel even kijken. Dan heb ik ook de bronzing stick in de light medium kleur. Ik had al de donkere kleur. Nu zag ik ook de light medium kleur. Toen dacht ik, ja, die wil ik eigenlijk ook wel graag proberen. Vind ik het leuk om ze allebei gewoon uit te testen. Om te kijken welke kleur dan beter bij me past. En hier waren er niet zo heel veel meer van. Dus ik was wel blij dat ik deze tegenkwam. Het voelt nu allemaal heel vies aan, want alles plakt in ik nu inmiddels. Maar we zijn toch bijna klaar, jongens. Dus het zijn de laatste spulletjes nu. Ik heb ook nog deze hele leuke schuddebol gekocht voor de herfst. Heel erg leuk. Er zit een eekhoortje in met een paddenstoel. Die vond ik ook wel echt super leuk. Deze spulletjes kunnen mooi beneden blijven. Die van de herfst is echt wel heel erg leuk. Ik had hem even goed ingepakt. Thuis maar even. Want ja, we zitten natuurlijk nog altijd zonder die papiertjes die we niet meer krijgen. En het laatste wat ik dan heb zijn twee oogschaduwpaletten. Ik heb allereerst van Fab Factory het Hyperspace paletten. Dat is deze, super mooi paletten. Met dit soort tinten erin. Kijk, heel erg mooi om te zien. Ik hou hiervan, het zijn leuke tinten. Ook wat shimmerkleuren, matte kleuren. Dus daar kun je wel weer heel veel mee. En een tutorial staat er altijd op tegenwoordig. Dus dat is ook wel leuk. En ik kwam dus het Sea Pearl paletten tegen van Max & More. En ik ben dol op deze paletten, zoals je weet. Wat me nu wel opvalt, ik heb de eerdere paletten, die hadden zeg maar de kleur op de achterkant staan. Maar hier staat alleen de naam bij en niet meer de kleur. Dus dat is wel jammer. En wat nieuw is, kijk, er zit geen spiegel meer in. Maar hier zitten deze kleuren in. Dus ook wel echt super leuk. Wat blauw tinten, wat grijs tinten. Ik zie ook hier bijvoorbeeld heel erg leuk in die matte tinten zit zo'n schelp. Dat vind ik wel echt super leuk. Dus daar ben ik ook wel echt super blij mee. Je kunt bijvoorbeeld een natural look maken, een everyday look of een night out look staat hier. Dus super leuk. Leuk dat ik hem al tegenkwam. Daar was ik wel blij mee. Dan waren dit mijn aankoopjes van de Action. Nou, ik ben er in ieder geval weer heel blij mee. Ik ben blij dat ik het kan gebruiken. Ik moet hier en daar wel even een doekje overheen halen vanwege die weekend rand, maar dat komt goed. Ga ik zo even doen. En ben blij dat ik nu eventjes lekker ook alles af kan maken in de kerst, of in de kersthoek, ja hoor, herfsthoek. En ook even dingen kan gaan ophangen in huis. Dus nou, ik ben er weer blij mee. Ik ben benieuwd of jij iets leuk vond wat ik heb gekocht. Misschien vond je niks leuk kan ook. Of misschien denk je, oh, daar zou ik ook nog wel eens naar willen kijken. Ja, ik ga de spullen in ieder geval met veel plezier weer gebruiken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien.